We staan hier nu bij de jachthut van de, van de familie Philips. Die staat hier eigenlijk al sinds begin van de eeuw. Uh, destijds uh, geschonken door de directie van het Scandinavische deel van, uh, van het concern Philips. En uh, ja, hij is uh, onveranderd uh, sindsdien. De familie Philips gebruikt het ook echt uh, voor de jacht. En uh, heeft zijn bestemming eigenlijk uh, nooit verloren. Ah, dit is de visvijver van de familie Philips, die dus gebruikt werd om te vissen. Uh, maar die ook in de winter werd gebruikt door de familie Philips om, om te schaatsen. Dus hier heeft Frits met zijn kinderen nog, uh, nog opgeschaatst. En hij is helemaal nog precies zoals hij altijd was, ongerept. Hij is, ja, het is nog precies, je, je, je ziet echt nog gewoon 100 jaar oude Philips geschiedenis. En dat vind ik prachtig. Maar ik ben bevooroordeeld, want ik vind het hele land goed mooi. Ja ook hier Hier staan we bij de, de beroemde Azalialaan. Zoals je ziet is het inmiddels een, een, een keur aan geuren en kleuren. Ja, je ruikt het ook. Het is dus haast net een parfumerie. Er staan ontwijs veel bijzondere soorten uh, tussen. En hier is het ook dat uh, meneer Frits ieder jaar 150 uh, gasten uh, ontving om deze laan te, te bewonderen. Gelukkig staat hij de komende twee weken in, in volle bloei. Dus ja, mensen kunnen hem uh, zelf bewonderen. En het is ook hier midden in die laan dat uh, meneer Frits op... Dit bankje, ditzelfde bankje, iedere dag zijn kopje thee dronk. En dat liet hij dan door het grote huis hierheen bezorgen. De huidige eigenaar zegt joh, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Bij mij is hij altijd kou geweest, omdat het zo'n end van het huis is. Maar uh, meneer Frits vond het fantastisch om hier te verblijven. En gaan de mensen hier straks ook een kopje thee drinken? Nee, een kopje thee helaas niet. En zeker niet op het bankje. Uh, dat is en blijft de uh, plaats van, uh, van meneer Frits. Maar ze kunnen er wel uh, doorheen lopen en ze kunnen de, de pracht kunnen ze zelf bewonderen. Hoe hebt u dit nou voor elkaar gekregen? Uh, nou ja, we hebben dus de, de verkoopvideo van het huis gezien. En we dachten van gezien het feit dat het huis in de verkoop staat, uh, we kunnen eens informeren bij de makelaar en bij de eigenaar of er een mogelijkheid zou zijn dat wij gebruik mogen maken van deze mooie locatie. Uh, en al vrij snel was de huidige eigenaar was zeer enthousiast over ons concept en wilde graag eraan meewerken. Uh, zodoende zijn we hier terecht gekomen en ja, het is fantastisch dat we hier mogen zijn. Hoe uniek is dit nou? Ik denk heel uniek. Uh, het is de eerste en tevens de laatste keer dat het landgoed voor het publiek opengesteld uh, wordt. Uh, zeker ook gezien de historie met meneer Frits, uh, het landgoed van Frits Philips. Uh, ik denk dat het een hele unieke ervaring is en we zijn heel blij dat we dit mogen doen. Waarom is dit nou waarschijnlijk de laatste keer dat dit kan voor het publiek? Ja, nou ja, goed, dat is ook waar de huidige eigenaar een beetje uh, op staat. Zeg maar. Dat het dadelijk in, uh, in goede handen terecht komt, het landgoed. En ook uh, blijft zoals het is. Dus het wordt geen publiekslocatie, maar echt een, een, een privé landgoed. En, ja, goed, uh, dat is wat we weten.